Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag change of scenery, zoals je kunt zien. Ik zit in mijn dressing, want ik ben in deze coronatijd en in deze quarantainetijd niet meer alleen in mijn appartement. Dus Niels is in de living FIFA aan het spelen en ik dacht, dan ga ik een haul voor jullie filmen. Want ik heb wel een paar dingetjes geshopt. Elke keer is hier aan mijn vingers aan het lekken. Onder andere bij Chicuil, bij Bershka. En ik heb ook een paar items van Totally Too. Zoals jullie weten is Totally Too het merk van Celine en van mij. Dus dat is mijn eigen kledingmerk, maar natuurlijk, als we nieuwe collecties hebben en zo, ik draag het liefst ook mijn eigen merk. Dus ik koop ook van Totally Too om zelf te houden. En ik heb deze keer voor de collectie 3 items uitgekozen die ik wou houden. Dus die ga ik jullie ook laten zien. Oké, ik ga beginnen met Chicuil. Ik ga ook een beetje opzij gaan, zodat ik hier mijn outfits aan kan laten zien. Dit is het eerste blouseje wat ik heb van Chicuil. Het is zo'n wit tie-dye topje met groen en paars. Super cute. Ik vind het echt heel leuk. Past ook heel leuk op een jeans en zo. Maar momenteel draag ik vooral joggings. En dit is ook wel gewoon super chill om in te loungen. Dan als volgende heb ik dit topje. Hier vroeg ik er al veel naar, want dit heb ik al wel best wat aangehad. Ik heb dit ook in het zwart en in het wit van Chicuil. En dit zijn echt de fijnste topjes. De stof is gewoon zo fijn, zo zacht, echt zalig om aan te doen. Ook ja, als ik thuis ben draag ik het liefst gewoon geen BH. Dus dit is ook gewoon heel fijn om zonder BH aan te doen, omdat dat zo'n zacht stofje is. En de bandjes zitten goed. Ik heb zwart en wit altijd in een maat small, maar deze heb ik in een maat medium, omdat dat wel redelijk strak valt. Dus ik zou wel aanraden om een maat hoger te gaan. Dan van Chicuil heb ik een hele mooie sportoutfit. Ik heb hem nog niet aangehad, maar hij ziet er zo uit. In zo'n bordeaux kleurtje. Dit is de achterkant. En nu dat ik thuis ben, moet ik eerlijk toegeven dat ik veel minder sport of veel minder oefeningen doe. Maar als ik terug naar de gym ga binnenkort, kan ik al niet wachten om deze aan te doen. Ook van achter aan de poep weer super mooi, want je hebt zo die lijnen onder je poep. En de voorkant is zo. Oké, dan van Totally Too heb ik als eerste dit blouseje. Blauw met zo'n opstroppingen hier. En lange mouwen. Super mooie blauwe kleur. Ik zag het en ik was direct verliefd. Dan heb ik dit jumpsuit. Een zwart, heel flowy jumpsuit eigenlijk. Dit zijn de benen. Het is heel flowy, heel breed van onder. Maar echt super mooi met een sandaaltje of een hakje. De mouwtjes hier hebben ze van die frulletjes. En van achter is het met elastiek. En dan heb je zo'n waistlintje om het zo in te binden. En dit ook, ik deed het aan en dat was echt gewoon heel mooi. Ik dacht direct, oké, I take it. En dan als derde item van Totally Too heb ik dit zomerjurkje. Dus het is een zwart flowy jurkje. Wel zo aan de waist ook weer ingebonden. En hier zo van die ruffeltjes. Dus zwart met gele en witte bloemetjes. De lintjes zijn super cute. Die kun je zo binden. En dan hebben die zo strikjes. Vind ik echt wel een leuke meerwaarde. En dan ook van achter is dat weer zo met samengetrokken elastiek, wat ik ook heel tof vind. Dit is echt wel zo voor het mooiere weer als het 25, 26 graden is. Maar we hebben goede dagen, dus ideaal. Milky, kom hier, kom. Oké, dan deze items van de Bershka. Ik was al helemaal vergeten dat ik deze had besteld. Maar die heb ik, en als eerste heel random, heb ik deze sokken gekocht. Omdat ik tegenwoordig zo met joggings heel vaak zo'n sokken zie
daar gecombineerd mee zie. Dus heb ik die in het zwart, wit en het grijs. En ik dacht, dat is wel tof. Als je dan zo'n joggingsbroek aan hebt, een beetje opgerold van onder en dan die sokken met sneakers. En over joggingsbroeken gesproken, ik heb ze nog niet gepast, dus ik hoop dat ze goed gaan zijn. Maar dit is één joggingsbroek. Het ziet er redelijk baggy uit en redelijk mannelijk, maar ik moet het aanzien. Het heeft wel zakken wat ik fijn vind en het is wel heel zacht, ook van binnen. Echt zo'n sweatshirt stof. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb dan een small genomen en hier staat op no item. Geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar no item, hè. En dan nog een joggingsbroek, hetzelfde model. In het grijs, alleen dit is een vloerenstof. Echt zo'n vliesdekentje, precies. Ook super zacht. Echt zalig, denk ik, om binnen aan te doen. Ook weer met zakken. En hier staat dan op een ending tussen twee bliksemschichten. En dan hier van voorop heb je zo een streep, dat had die ander ook. Dus ja, dit is eigenlijk wat ik heb geshopt van joggingsbroeken. Ik ben benieuwd, maar jullie zien hier als ik het aan heb hoe het eruit gaat zien. En dan last but not least van de Bershka. Ik vond dit wel heel cute, maar de kleur is wel heel fel. Het is een felgroen topje. Je ziet heel veel zo van die cardiganetjes tegenwoordig met zo'n knoopjes. En ook dit heeft super cute knoopjes hier, twee. En dan dit is open en dit is open. En dat is wel, ja, een redelijke trend tegenwoordig op Instagram en zo. Ziet je dat heel veel. YouTube styling video's ziet je dat heel veel. En ik dacht, ik wil het proberen. Ik wou liever een pastelkleurtje, maar dat hadden ze niet. En overal waar ik daarvoor zocht, was ook uitverkocht. Dus heb ik deze genomen. Ook weer in een maat small, denk ik. Yep. Oké, zo, dat was alles voor mijn haul. Een kleine quarantaine haul met comfy kleren vooral. Buiten een kleedje en een jumpsuit. Maar weet je, als we uit deze quarantaine komen, dan ben ik direct klaar om naar een feestje te gaan. In mijn nieuwe jumpsuit of naar een zomerbarbecue in mijn nieuw Totally Too kleedje. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Doe zeker thumbs up. Laat me ook weten wat jullie favoriete item was van deze haul. En dan zie ik jullie snel weer.